Mensen, hoe vang je een snoek met je handen? Oh! Jammer. Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ben ik weer met jou. Ja. Kan ik wisselen? Allee, we gaan vandaag lekker op de rivier beuken. We hebben een aantal dingen in de planning. Rooplijn hebben. Oh, baars. Snoekbaars. Pakken wat je pakken kan. Ja, dat vooral. En vangdrang. Ik ga vissen. Vooral vangdrang. Doei! Dames en heren, het roofvisseizoen is geopend en dat doen Sander en ik heel, maar dan ook heel goed. Een prachtige dobbel met twee hele mooie 40 baarzen. Kijk eens wat voor mooie plaatjes dit zijn. Top man. Lekker, 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 lekker. Oh. Nice. Woe! Wat gebeurt? Mensen, wat fantastisch. We zijn op dit moment gewoon tussen pontjes aan het switchen. We rijden hier over een stuk betering. En in één keer een stroomversnelling. Nou, Sander, kijk eens. Potverdorie. Gooit hem even in. Nou, niet te zijn, hè? Een dikke rooflijn. Prachtige rooflijn, zou ik zeggen. En vriend Lennart gaat hem nou even helpen. Yes! Hoppa! Lekker noos, hè? Nice man. Tof ouwe. Nice. Dit is hem dan. Uit zo'n prachtig slootje. Een super gave roofblij. Lennart die gaat zo meteen met topwater vissen. En dan gaan we eens even proberen om een paar topwater visjes te pakken. Oh, wat een toffe vis man. Kom, we zetten hem terug. Vet. Komt hij? Ja, hij gaat. Nice. Lekker noos, hè? Het is dus het openingsweekend. Het is onwijs warm. En zoals jullie zo net kunnen zien, ja, die vis die moet je misschien 2 à 3 minuten langer vasthouden. Maar Sander die heeft mij ook gewoon geleerd, gewoon vast blijven houden, want die vissen die gaan wel. Dus let's go man, nog een paar. Let's go. Vis. Ja. Oh. Ja, denk het, ja, denk. Los. Je weet wat daaraan hing, hè? Nee joh, en Lennart heeft hem op film. Nee. Ja jongens, mooie winden. Ik gooi hem ja, onder een of ander stijgerachtig iets. En deze klapte meteen op een ASP. Dus dat is wel grappig, hij was ook wel lekker sterk. Even een fotootje maken en dan releasen. Dikke vis jongen, die aanbeet echt zo hard. Zo voor mijn neus, gewoon bom! Oké man, hij mag wel zwemmen gelijk. Lekker gast! Sander, jij echt, motherfucker! Gewoon dezelfde plek, ik zie het zo. Dus ik denk, zou het er een zijn of is het een brasem? Gooi hem er langs. Echt meteen erop, zieke knal. Fucking vet, iets kleiner, maar echt zeker net zo welkom. Wat een openingsdag, heerlijk. Ja jongens, toch mijn roofblaadje even te pakken. Sander heeft er net 2 gevangen. Ik loste er een op een Salmon Hornet met 1 drechtje. Die was ietsje groter, maar ja, deze mag er ook natuurlijk zijn. Punt gaat visje. Die pakt een best wel grote club van Savage Gear. Ja, en ja, dat resulteert in best wel een hele sterke roofblaai. Hij mag wel lekker zwemmen. Yes.
Zoiets, hè? Die hele set is weg. Ja, mooie snoep was dan. Nou, dit is weer zomaar visserij op zijn best, mensen. We vissen hier dan achter een bepaalde rand. En je krijgt er een tak op. En ik moest eerst gewoon een hele slappe lijn wegdraaien. Maar die hele set is weg. Die hele set. Er is niks meer van over. Mensen, kijk dit eens. Zo. Ja, die is weg. Ja. Om, 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 om. Sander die haakte eerst twee prachtige baarzen. Eentje schoot er van los en daarna een snoepbaarsje. En joh, deze klemde erop, mensen. Een ongelooflijk mooi vis. Nog super mooi, vrij weinig hondjes. Dus dat laten we ook zo. Even klaar en dan knallen we. Nou, laten we het erbij komen en dan gaat hij zo meteen. Ik wou net zeggen. Oh, hij is helemaal niet bij. Materiaal hier. We vissen hier op hele kleine trekvaarten. Dit produceert ook gewoon vis. Prachtige baars, zo onder een bruggetje vandaan getrokken. Heerlijk. Je ziet ook meteen dat het oude strijders zijn. Hè? Hier, zie je die vinnen? Man, man, man. Je mag maar denken dat we snoepbaars aan het vissen waren. Maar ik zei het wel, hè? Ja. Wordt hem. Hopla. Je kunt er 6, 7, 8 keer langs gooien. Maar hij pakte hem wel. Kijk eens, geminimaliseerd. En waar iemand denkt joh, dat het een mooie snoekbaars is, komt deze rakker in één keer boven. Nou, een snoekje van 60 centimeter, zoiets. Ja, leuk visje, maar het is warm, mensen. Ik zet hem meteen terug. Daar staan we weer. We drillen weer een vis. Ditmaal weer een mega bak van een snoek. Woehoe! Het setje die wordt nu wel heel raar. En weer een snoekje erbij. Nummer 2 van vandaag. Auto. Ah, lijpe vis, man. Echt gewoon bizar sterk. Eén bonk spieren. Deze kleine rakker die gaan we terugzetten. En dan mag hij nog groter worden. Maar misschien dat dit ooit nog wel eens een super grote vis kan worden. Oh, man. Het is niet alleen de roofblijen, de snoeken, de baarzen en de snoekbaarzen die leuk zijn. Het is ook een stukje ja, vermaak met de winders. Op dit moment hebben we een paar vlokken het water in gegooid. En zoals jullie misschien achter mij kunnen zien, zijn er al een aantal vissen lekker aan het aasen. Dus de mannen achter mij die zijn hun riks aan het klaarmaken. Gaan we eens even kijken of we een mooie wind of zo kunnen snorren. Het gaat op zich lekker met de aanbeten, veel actie. Dus we zullen het zien. Dat gaat hem worden. Dat is shit hoor. Gek aas dit hoor. Dikke wind ook. Daar komt ie, daar komt ie. Ja. Ja! Oh, een prachtbeest. Nou mensen, ja, vet. We zeiden het al, we zijn bezig met de korst. Ja, volgens mij heb ik het 5 minuten geleden gefilmd en Simon pakt een prachtwinde. Nou, en een mooie 55 centimeter. Die mag je makkelijk halen. We halen er even een medelintje langs. En dan kijken hoe groot die is. Absoluut. En dan zetten we hem weer terug. Wat een prachtvis, man. Tof. Ah, oh, die schiet weg. Sander. Man, gaan we zeg. Oh, nou is je helemaal. Het mag toch niet uit, want nu al geknakt is of helemaal gesneuveld. Ja, echt een heel klein slootje hier zo. En dat korst is ingegooid. Een hoop roofblij. Komen er een paar dikke winders omhoog. Nou echt, ik gooi mijn korstje nog geen 10 centimeter voor en dan grijp ik hem gewoon gelijk. Wauw, vet man. Dames en heren, daar staan we dan, met z'n tweeën. Een snoekbaar snoek, een unieke soort.
Maar kijk eens even hoe wij hem vasthouden. We hebben nu een unieke manier van fotograferen. Mensen, super visserij. Maar zullen we hem terugzetten? We gaan ze terugzetten. Hopla. Yeah. Hopla. Kijk, die gaat zo ook. Gaat ie. En daar gaan ze. Hey. Es. Hey. Eswa. Eswa. Eswa, brappen met die wagen, man. Ja, het is echt één grote bende weer met ons. Maar wat hebben we een lol gehad. We hebben Lennart omgewisseld voor Simon. Ja, Lennart moet weg. Maakt niet uit. Kerel, je hebt kunnen zien wat wij allemaal nog hebben kunnen vangen. Ik weet dat je van binnen haalt. Maar dat is niet erg. Want de volgende keer gaan we gewoon weer. En volgende week weer beuken!